Mijn naam is Flora Strookappen. Ik ben fysiotherapeut hier in ziekenhuis Gelderse Vallei. Gespecialiseerd in de geriatrie, dus de ouderenzorg. In het ziekenhuis een beetje de cultuur om in bed te gaan liggen. Iemand wordt opgenomen en wij zeggen hier is uw bed. Maar eigenlijk is dat helemaal niet nodig. Een hele kleine groep mensen wordt op advies van de arts moet in bed gaan liggen. Maar het merendeel van de mensen kan er gewoon uit. Dus lekker in de stoel gaan zitten, het liefst ook gewoon in de kleding. En een rondje op de gang gaan wandelen. Bewegen heeft voor iedereen positieve effecten. Voor ouderen zijn het nog meer positieve effecten. Eigenlijk alle vlakken. Dus bijvoorbeeld de botten worden sterker door bewegen. De spieren worden sterker. Het evenwichtsgevoel wordt beter door bewegen. Ademhaling, hartmachine, alles wordt daardoor beïnvloed. Als iemand dus niet beweegt, worden al die systemen dus negatief beïnvloed. En vaak zien we dan ook dat dat wel blijvend functieverlies is. Dat mensen dus ook 3 maanden na opname nog niet weer het oude zorgniveau hebben van voor de opname. En dat willen we voorkomen door in beweging te blijven. In ziekenhuis Gelderse Vallei kijken we bij alle mensen van 70 jaar en ouder die worden opgenomen hoe hun staat van bewegen is, wat zij zelf kunnen. En we kijken dan of ze hulp nodig hebben om in beweging te blijven tijdens de opname. Nou, ik kom mevrouw Meijers van 76 jaar even bespreken. Ik heb haar net opgenomen. Nou, we moeten wel zorgen dat ze in conditie nu niet achteruit gaat tijdens de opname. Ja. Nee, dan gaan we gewoon zo snel mogelijk, gaan we morgen met haar aan de gang in de loopbrug kijken wat ze kan. In ieder geval behouden wat ze nu kan en dat zo snel mogelijk opbouwen. De fysiotherapeut die komt erbij als een patiënt specifieke problemen heeft met bewegen. Dus als eigenlijk de algemene adviezen niet werken. Bijvoorbeeld na een operatie of als het iemand gewoon echt niet lukt om in beweging te komen. Komt de fysiotherapeut erbij, maken we een behandelplan met de patiënt. Tips om in beweging te blijven tijdens ziekenhuisopname zijn toch echt gewoon de dagelijkse dingen doen. Niet omdat je in een ziekenhuis ligt stil gaan liggen. Maar gewoon uit bed komen, ook gewoon de kleding aandoen, niet in een pyjama gaan zitten. Lekker de gang op gaan. Mag ook de afdeling af, maar geef het dan even bij de verpleging aan. Dat ze wel weten waar u bent en u niet kwijt zijn. Dus zelf in beweging komen. En hulp daarbij vragen als dat nodig is. Ja. Wanneer mensen weer naar huis gaan, naar de ziekenhuisopname, is het natuurlijk belangrijk dat ze in beweging blijven. Want er is altijd toch wel iets conditieverlies door het ziek zijn. Soms is daar specifiek hulp bij nodig, worden mensen verwezen. Maar heel veel kunnen mensen al zelf doen door in beweging te komen. Dus regelmatig een rondje te gaan wandelen. Een paar keer extra de trap op en af lopen. Een aantal keer extra gaan zitten en gaan staan. Het zijn hele simpele dagelijkse bewegingen die het meeste effect hebben.